Het gaat sowieso een leuke stream worden. Het gaat goed met mij. Was even een beetje stress vandaag hier en daar. Maar ik heb me goed voorbereid. Ik heb me zeker weten goed voorbereid. Want, let op dames en heren, wat er nu gaat gebeuren. Ik ga even een aantal dingetjes erbij pakken. Let op wat er gaat gebeuren. Want dit wordt echt helemaal geweldig. Kijk eens even wat ik hier voor me heb. Ik heb hier aardig wat pakjes voor me. Dit zijn hard sleeves. En dit zijn allemaal van die zachte. En in zo'n zachte zitten er 100. Dus 1, 2, 3, 400. En hier in totaal 25 per pakje. Dus we hebben 75 hard cases en 400 zachte. Dat zorgt ervoor dat elke vette kaart die we gaan unpacken, kunnen we in ieder geval sealen. En nu zie ik jullie misschien nadenken of al zeggen in de chat. Wat? Zoveel? Wat ga je allemaal doen? Knalpower. Nou, ik ga even een doos erbij pakken. En dan ga ik jullie laten zien waarom ik zo verschrikkelijk veel hoesjes nodig heb. Dit wordt echt gruwelijk. Dit wordt keihard. Dit gaan jullie leuk vinden, 100%. K, Griekse I, Q, N. Dankjewel voor je donatie. Succes met stream. Jammer genoeg kan ik er niet bij zijn bij de 12 uur stream. Nou, gelukkig ben je er nu bij. Dat vind ik ook heel erg tof. Dankjewel. Suzanne en Lucy, Sami, 06. Dankjewel voor jullie suppies. Dominique, 21. Dankjewel voor je donatie. Yo Enzo, is er al een datum voor de nieuwe woning? Wanneer jullie er gaan wonen? Er is nog geen vaste datum wanneer wij er gaan wonen, maar ik kan wel aan jullie vertellen dat Marjon en ik een paar dagen geleden hebben doorgekregen dat de woning af is ergens in juni. En dat is mijn verjaardag en ook die van Marjon. Ik ben 8 juni jarig, Marjon is... ...12 juni jarig. Oeh! Ik was even aan het schrikken. Ik heb de chat niet gelezen. Ik heb de chat niet gelezen. Hey, Myron. Ik weet dat je dit kijkt in de slaapkamer. En je ziek op bed liggen. Ik heb de chat niet gelezen. Ik zat echt goed na te denken. Oké, ik weet het. 12 juni. En ik weet dat het even lang duurde. Myron, niet boos worden. Ik wist het echt nog wel. Ik moest gewoon even nadenken. Oké, ik heb een drukke dag gehad. Oké. Dus in juni ergens rondom mijn of Myron haar verjaardag is de woning af. Dus ja. Oké, laten we snel verder gaan. Ik lul me hier niet meer tussenuit. Shit. Oké. Paparapaparapa. Kijk eens even. Woep woep. Dikke Pokémon doos. Oi. Wat hier allemaal in zit is echt niet normaal. Ik heb een paar dingetjes zelf gekocht. De rest heb ik allemaal gekregen van PokeFamily. Hashtag ad. Shoutout naar PokeFamily. Het zijn echt leuke, lieve mensen met echt een tof bedrijf. Sweet Diana 96, dankjewel voor je sub. En oh, dat is je gamertag. Je spreekt het uit als Kian. Oh, Kian, dankjewel voor je donatie. Shoutout naar jou, man. Leuke gamertag. Prima, prima. Dominique, dankjewel voor je donatie. Dubbel facie, inderdaad. Oh, hier heb ik ook nog van die hard cases in zitten. Zie je dat? Dus van die hard sleeves. Dit heb ik zelf gekocht. Ik zal het wel even weer zo doen. Ja, toch, Burrito 546. I gotta catch him all. Kijk, deze heb ik zelf gekocht. Die vond ik gewoon vet. Ik weet geen eens wat voor editie dit is of zo. Wat voor box is dit? Ik heb serieus geen flauw idee. Ik zag die boxen liggen toen ik naar Top 1 Toys ging. Dus dat is de winkel waar ik mijn eigen speelgoedcollectie heb. Toen zag ik dit liggen en toen dacht ik van... joh, ik ga die gewoon kopen. Ik neem die mee. Dus die heb ik gekocht. En ja, deze ook nog. Dus ik heb ze alle drie. Ik denk, dan gaan we wel kijken wat we eruit krijgen. Ja, toch? Dus deze heb ik zelf gekocht. Maar de meeste Pokémon kaarten heb ik gekregen van PokeFamily. En dat ga ik jullie nu allemaal laten zien. Dit slaat weer echt nergens op. Ik ben echt veel te lief behandeld weer door PokeFamily. Ik heb hier een super vette Fusion Strike Elite Trainer Box. En zoals jullie weten, Fusion Strike. Voor de mensen die het trouwens niet weten, weten jullie het nu. Tenminste, ik ga het nu vertellen. Let op, komt ie. Oeh, spannend. Fusion Strike is de nieuwste serie van Pokémon. Dus dit is... de nieuwste. En dan hebben we hier nog een trainerbox. En dan hebben we weer een donatie erbij. Van SDP Deadly Rocket. Dankjewel voor je donatie, baas. Trouwens, Enzo, wat vind je van Caldera de Warzone map? En Rebirth is terug. Oh, is Rebirth terug? Wow, bro, daar ben ik wel blij mee, man. Want Rebirth vond ik echt een hele, hele gave map. En ik vond het echt vervelend dat die weg was. Gruwelijk. De map is terug. Blij mee. Dat is echt keihard. En de nieuwe map vind ik echt helemaal poep. Knalpower. Sorry, maar ik vind de nieuwe Warzone map echt helemaal poep. Diamond Boss Girl HR, dankjewel voor je sub.
Mauro, dankjewel voor je donatie. Welke camera en lens heb je? Ik heb de Sony A7 III, waar ik nu mee film. En mijn vlogcamera is de Sony A7 III S. En de lens die erop zit is een mega wide lens. Dan moet je maar even opzoeken. Wide lens, G-Shock, Sony of zo. Smart Bullet, dankjewel voor de 500 bits, baas. Wordt gewaardeerd. Oké, dus deze twee elite trainerboxen heb ik. Maar, dames en heren, en tel maar met mij mee, oké? Okay? Want dit wordt echt super sick. Tel maar met mij mee. Dit is boosterbox nummer. Laat het maar weten in de chat. Dan gaan we eens even helemaal los hier dan, ja? Goed, hier gaan jullie van strikken. Dat is inderdaad nummer 1. Dit is... Oei, oei, oei. Ja, dames en heren, dat is nummer 2. Ongelooflijk, niet? Zo, het kunnen jullie goed tellen allemaal. Dit, dames en heren, is nummer... Laat me weten in de chat. Is niet normaal dit. Niet normaal. Nummer 3. Dames en heren. Dit is nummer 4. Is toch niet normaal? Dit is toch niet normaal? Dit is toch niet normaal? 4 boosterboxen. Holy shit. Er zitten 36 pakjes in één zo'n boosterbox. Dit is toch bizar? Ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Dat verzin je toch niet? Dat verzin je toch niet? Dat verzin je toch niet? Ik heb er gewoon nog één. 5, dames en heren. Ongelooflijk. Niet normaal. Shoutout naar PokeFamily. 5 freaking boosterboxen. Kijk hoe satisfying dit op beeld eruit ziet. Oi, oi, oi. Er zijn echt veel kaarten, hè, dit. Gewoon 36 per pakje. Per boosterbox. Oh my god. Wat zie ik jullie zeggen? Zeggen jullie 6? Ik zie een paar mensen seks. Ik zie een paar mensen seks zeggen. Zes zeggen. 6? Zas. Ja, zas. Knol power. Ik heb een zas. Ha! Niet normaal. Ik heb er gewoon een zas. Ongelooflijk. Ik heb er gewoon 6. Je ziet hem geen eens in beeld, maar hij ligt hier wel. Ik heb er 6. Het is niet normaal. Het is ongelooflijk. Ik heb 6 boosterboxen en dan ook nog 2 van die elite trainerboxen. Maar die passen geen eens in beeld. Dus dit wordt één groot festijn aan epische kaarten. Tenminste, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik nog niks goeds heb gepoeld in de Fusion Strike. En ik heb in totaal 2 trainerboxen al eerder opengemaakt. Of 4. 2 of 4 trainerboxen. Dat was in New York, geloof ik. Zo een tijdje geleden. En ik heb serieus niks goeds gepoeld. Dus ik, ja... Ik hoop toch echt wel dat dit een beetje goede kaarten gaan zijn die hier verstopt zitten in deze pakketjes. Sam van der Veen, dankjewel voor je 5 euro dono. Ik kijk elke dag je vlogs al 6 jaar lang. What? Zas? Al 6 jaar lang? Hey, dankjewel maat. Wordt gewaardeerd. Thanks. Doe de muziek ietsjes harder, vind ik wel lekker. Mark Car Photography, dankjewel voor je 5 euro dono. Ik ben er weer. Hebben jullie de lampen al een mooi plekje Oh, Mark, het spijt me. Mark, die is er altijd, elke week op zondag bij de livestream. En Mark Car Photography, die heeft iets voor ons geregeld, voor mij en Marvin. Ik ga het even bijpakken. Ik weet niet of ik het... SDP, Deadly Rocket. Wow. Hey, doe je niet te gek, Goza. Want, je moet nog wel leuke kerst kunnen vieren ook en alles, hè? Hij zegt daarbij, ja, Caldera is echt een poepmap. Caldera is dus een nieuwe map van Warzone. Veel lag en in Rebirth helemaal niks. Rebirth vind ik zelf ook leuker, dus ja, ik vind Rebirth ook leuker. Laten wij vanavond even Rebirth gaan doen, Patrick. Vind ik leuk. Doe even in mijn Discord. Voor de mensen die nog niet op mijn Discord zitten, als je een sub neemt op mijn Twitch, dan kan je op mijn Discord uitroepteken Discord in de chat en dan zie je informatie. Daantje Kuster en Timan, dankjewel voor jullie suppies. Mandy, Elisse, dankjewel voor je donatie. Colin Noot, je bent 5 jaar en je bent fan van mij. Dus dat waardeer ik. Shoutout naar jou. YoZoneNL, dankjewel voor je 5 euro dono. Misschien een leuk idee om met wat kijkers een Minecraft-server te beginnen. Nee, dat lijkt me leuk, maar ook te chaotisch. En dat gaat niet goed komen, dat weet ik zeker. Even eens kijken. Dit heb ik dus van Mark Car Photography gekregen. En dat vind ik wel heel tof. Weet je wat me echt super tof lijkt?
om een postbus te openen voor iedereen die de stream kijkt. Dus dat als jullie nu kijken en jullie hebben iets tofs liggen wat ik moet openen in de stream, dat jullie dat dan op kunnen sturen naar de postbus. Lijken jullie dat leuk? Hebben jullie leuke dingen thuis liggen die je kan opsturen naar mij, waardoor gewoon mensen het leuk vinden om te zien en dat ik het dan open? Dat mag iets zijn wat je zelf maakt, of dat nou een tekening is, of gewoon een Pokémon-kaart die je niet wil, die je dan opstuurt. Of dat je een mystery box voor mij maakt en dat ik open maak. Dat lijkt me best wel een leuk idee, dat ik een postbus maak, sturen jullie wat naartoe en dan maak ik dat gewoon open in de stream. Even kijken, we hebben hier dus een USB'tje erbij gekregen. Ik weet trouwens niet hoe lang ik mijn onesie-pak aan kan blijven houden, want dit ding is warm, jongen. Oh mijn god. En ik ben altijd veel te veel aan het praten en lullen en het is hier in de studio altijd heel snel heel warm. Oké, ik heb deze erin gedaan. En dan heb ik deze Pikachu. En als het goed is zit er van dat zilver folie of zo, of hoe heet dat? Plastic laagje. Dit is satisfying, hè? Dit is satisfying. Kijk eens even, hoe leuk. En aan de andere kant ook nog, denk ik. Of niet? Dus is die er al af? Nee, die is er nog niet af. Maar dit is wel echt heel vet, hè? Oh, is die er al wel af? Wacht, ik snap het nu niet meer. Oh, nee, die is er nog niet af. Nee, kijk. Hoppakee. Zo, dan wordt die nog mooier. Kijk dit. Hoppa, dan is hij niet meer zo dof. Wow, kijk hoe vet dit eruit ziet. Yo, Mark, Car Photography, shout-out naar jou, man. Bro, dit is keihard. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Goed, mijn stem sloeg even over. Even kijken, klik ik dit zo erin of zo? Ik denk zo. Ik heb hem erin geklikt. Hoe doe ik dit? Even kijken. Ik heb serieus een USB-verlengstuk. Kijk. Nou, gaan we hem erin doen. Als ik offline ben met mijn stream in één keer, dan ben ik gehackt door Mark. Ja, komt-ie. 1, 2. Oh my god, kijk hoe cool. Dat is toch vet? Gruwelijk. Yo, Mark, shout-out naar jou, man. Thanks voor het leuke cadeautje. En weet je wat gaaf is? Ik heb hier nog een cadeautje. Oh, er staat ook duidelijk Myron op. Dus ik kan ook niet gaan lullen dat het van mij is. Want het is gewoon van mij, hoor. En die kunnen we ook wel even laten zien. Want daar zit een Charmander in. Check dan hoe cool. Dat is een Charmander. Hij is nog een beetje wazig, maar die moeten we nog even openmaken. En natuurlijk ook een USB en weer zo'n dingetje. Dus dat is wel vet. Dus shout-out aan jou, Mark. Thanks voor altijd weer de stream kijken. En super lief dat je dit hebt gegeven. We waren namelijk in Zeewolde en Mark die woont daar ook. Dus die kwam ons tegen en die gaf het ons toen. Dus dat waardeer ik, dankjewel. Een vet scooter heb je, Mark, trouwens. Ai, ai, ai. Oké, ik ga deze ook nog even laten zien, de Charmander van Myron. En daarna gaan we beginnen met de Pokémon boxen openmaken. Want er zullen vast wel wat mensen al aan het wachten zijn van... Wanneer ga je nou die box openmaken? Wanneer ga je nou die box openmaken? Ik heb veel voice cracks, hè? Niet normaal. Oké, deze is wel echt vet. Zo, kijk dan hoe goed je die ook ziet hier, hé. Jeetje. Heel vet. Gruwelijk, man. Dat zijn leuke dingen. Kijk dan, die kan ik hier ook gewoon neerzetten zo. Ah, zo schattig. Leuk. Even kijken, heb ik deze nog? Laten we deze even er helemaal afhalen, de wrappie. Kijk. En dan de andere kant ook nog. Moet ik even zo'n begin vinden, dat is moeilijk. Kom op. Ja, bijna. Ja, ik heb het. Oh joh, dit ziet er zo vet uit. Boom. Oké. En dan deze ook even hierin. Is dit de goede kant? Ik denk het wel. Oké, dan doen we de Pikachu even eruit. Poep. En dan doen we deze even erin. Komt ie hoor. Oh, die is rood! Tuurlijk is hij rood! Tuurlijk is hij rood. Het is fucking Charmander. Het is Charmander. Oh, je ziet het niet zo goed achter deze verpakking, maar check hier. Wow, die is vet, hé. Oh mijn god, die is eigenlijk nog cooler dan Pikachu, eerlijk gezegd. Omdat die gewoon rood is. Kijk hoe vet dat eruit ziet. Wow. Hey, Mark, shout-out naar jou, man. Damn.
Charmander is oranje, toch? Ja, oranje, rood. Ik bedoel, hij spuugt vuur, toch? Dat is toch rood? Dus ja, rood-oranje een beetje. Het is ook een beetje rood-oranje eigenlijk. Keihard. Echt vet. Javi Mini, dankjewel voor je sub. Daan Boeddha, dankjewel voor je sub. Die geeft een eefje. Gwenny Mini, dankjewel voor je donatie. Hey Enzo, eindelijk een suppie. Dankjewel dat je eindelijk een sub neemt op mijn Twitch. Welke maat van de onesie dragen jij en Myron? Ik heb maatje XL aan. Bas die komt nu binnen en hij heeft maatje L aan. Ik ben zelf 1,87 en ik heb dus maatje XL. Shoutout naar jou Bas, dankjewel. En hier, check dit. De beste pizza ter wereld. Pizza Hawaii. Nu gaan een paar mensen boos worden, maar maakt niet uit. En Myron die heeft maatje M. Dus Myron maatje M, Bas maatje L en ik maatje XL. Oh, licht moet uit? Oh, we gaan licht uit doen. Oké, tuurlijk. Tuurlijk, we gaan licht uit doen. Prima. Ah, oh, dat is gaaf, hè? Dat is gaaf. Kijk nou. Wauw. Gruwelijk. Wow, dat is cool. Dat is echt cool. Heel erg vet. Yo, Mark, shout-out naar jou, man. Het is echt vet cadeautjes. Kijk, dit zijn van die dingetjes die je dan eventueel kan opsturen naar de postbus. En dan kan ik dat openmaken in de stream. Dat is alleen maar leuk. Ai, ai, ai. Lekker hoor. Mark Car Photography met een €4,44 donatie. Die zegt, klik eens op het knopje. Oké, je hebt hier dus inderdaad een knopje. Dit aanknopje. Doet hij wat? Moet ik dan weer het licht uit doen? Oké, we gaan het zien. Ik doe even het licht uit. Oké, dan gaan we op het knopje drukken. Komt ie hoor. Oh my god! Oh my god! Oh. Mark, wat een fucking legend ben jij. Bro, dit is zo cool. Dit is zo cool. Oh my god! Oké. Wauw, bro. Dit is zo hard. Yo, dit is zo hard, bro. Damn. Kijk dan, hoe gruwelijk. Oké, we hebben hem nu in het geel. Ook al ziet hij er een beetje groenig uit, zo. Oké, dit is weer blauw. Paars. Oké, hij verandert de kleur een beetje raar. Ook omdat ik hier blauwe ledverlichting heb en zo. Maar dit is paars. Dit is wit. Het ziet eruit als ook een beetje blauw. Nu is hij uit. Nu is hij wit. En nu is hij weer rood. Oh! Oh my god. Hij doet alle kleuren. Hij doet gewoon alle kleuren. Hoe vet is dat? Oké, hij heeft nu weer groen. Oké, we houden hem op rood. We houden hem op rood. Maar laten we heel eventjes kijken hoe die Pikachu daarop reageert. Want kan die Pikachu dan in het geel? Laten we even checken. Oké, ik heb hem aanstaan. Moet hij niet zo? Nee, dit is prima. Zo, deze is wit. Oké, hij kan ook in het rood. Oh mijn god, groen, blauw. Zie je trouwens hoe goed je vingerafdruk hierop ziet? Niet normaal. Kijk dan. Oh joh. Dat zie je echt super goed, die vingerafdrukken. Blauw, paars. Oh, alle kleuren. Ja, dit is wel heel erg cool. Yo, Mark Gruwelijkman, shout out jou. Ik waardeer dat. Is een leuk presentje. Het is gewoon een kerstcadeautje voor mij. Dankjewel. Zo, studiolampen weer aan. Goedemorgen. Oké, laten we maar eens even beginnen. Dit moeten ze bij de politie gebruiken, ja. Die vingerafdrukken. Oké, laten we eens even beginnen met streamen. Met de unpacking bedoel ik dan. Stream is al lang begonnen, maar de unpacking. Anders duurt het wel heel lang, hè, voordat we die pakketje openmaken. Ja, eigenlijk wil ik deze nu op de achtergrond hier hebben. Thank you.
mijn god, het lukt ook nog! Het lukt ook nog! Woo! Let's go! Het is ook nog gelukt ook! Knol power! Oi, oi, oi. Ik heb serieus gewoon die Pikachu erachter staan en die Charmander ook. Echt super vet. Ik kwam erachter dat ik daar dus gewoon serieus een stekkerdoos heb met twee USB's erin. Met twee USB's ingangen. Of USB-ingangen. Ik zie het nu pas, sorry, voor de vertraging van 10 minuten. Maar Alice Prince, 89, dankjewel voor je 15 euro donatie. Hey Enzo, heb je de Pokémon-kaarten die je in New York hebt gekocht al geopend? Ja, die heb ik geopend destijds met een TikTok-livestream. Dus die zijn al opengemaakt. Dropke, Moni T7 en Midfield Mo 15, dankjewel voor jullie suppies. En Darko Jens, dankjewel voor je gifted sub aan Link Tiger. En ML7254, dankjewel voor je sub. Oké, dames en heren, gooi even een beetje hype in de chat. We gaan beginnen met de Pokémon Unpackings. Yes? Dit gaat leuk worden. Oi, oi, oi. Zoveel om open te maken, niet normaal. Wel even de vraag aan jullie. Waar gaan we mee beginnen? De Elite Trainer Box of de Booster Box? Dus jullie mogen kiezen. Laten we even een poll doen. Even een poll. Knol Power. Hey, de SDP Deadly Rocket, dankjewel voor de 10 gifted sub, bro. Hey, damn. Thanks, bro, voor je 10 gifted subs. Wordt gewaardeerd, man. Dankjewel. Daar zijn de mensen blij mee. Gewoon even gratis subje gekregen. Knol power. En Monjet 7. Hey Enzo, mag ik vragen welke velgen jij hebt onder Jurus? Ik zoek nog vet voor mijn SQ8. En de velgen die jij hebt vind ik wel echt ziek. Dan moet je even contact opnemen met Banden XL. Dat zit in Dordrecht. Zijn echt super aardige gasten en die helpen jou verder. Banden XL in Dordrecht. Bel ze op, zeg ik heb die velgen bij Enzo gezien. Kan je me helpen? Ik wil ook zoiets. Dan gaan ze dat regelen. Geloof me. Vette auto trouwens, SQ8. Brenda, BVD, dankjewel voor je suppie. Welke als eerste, dames en heren, jullie kunnen stemmen? De Elite Trainer Box of de Booster Box? Het gaat nu een beetje 60-40%. Dus stem eventjes op welke jullie als eerst geopend willen zien hebben. Dan zal ik alvast de hoesjes een beetje klaarleggen. Ik heb hier 100 mooie hoesjes. Van die hele dunne hoesjes. En ik heb hier de hardcases. Dus die leg ik alvast klaar. Als we een hele epische kaart krijgen. Zo te zien is het de Booster Box geworden. Met 63% van de stemmen. De Booster Box. Dan gaan we die openmaken. Dominique, dankjewel baas voor je 300 bits. Dankjewel. Oké, daar gaan we. Ik moet ook mijn pizza niet vergeten trouwens. Plissen, dankjewel voor je 7 maanden sub. Wordt ook gewaardeerd. Dankjewel. Oh, dit wordt wel echt heel ziek, hoor. Damn, kijk al die kaarten. Sheesh. Ik bedoel eigenlijk, kijk al die pakjes. We kunnen ook weer hele gekke openingen gaan doen, hè. En dan bedoel ik, we maken gewoon 10 pakjes open. En die 10 pakjes, die doen we gewoon allemaal door elkaar. En dan gaan we ze gewoon schudden. En dan gaan we gewoon kijken of we vette kaarten hebben. En dan krijg je onverwachte gekste kaarten. Dus dat is sowieso wel leuk. Harley Biker, dankjewel voor je sub. Yo, sowieso, shout-out iedereen die kijkt naar mijn Twitch. En thanks voor de subbies. Als je een sub hebt genomen, kan je ook in mijn Discord komen. Ik ga vanavond sowieso nog even gamen in mijn Discord. SDP Deadly Rocket, dankjewel voor de 5 euro dono. Trouwens, vanaf volgend jaar mag ik mijn rijbewijs gaan halen via de zaak waar ik werk. Oh, dat is top, man. Dat is gruwelijk. Dan kan je lekker in een waggie rijden. Naat Bounce, dankjewel voor je suppie. Oké. Daar gaan we, dames en heren. Het allereerste pakketje. Die pack art is zo nice. Ja, ik vind het ook wel heel vet eruit zien, hoor. Die Fusion Strike. Maar ja, de kaarten moeten ook nog eens even een beetje gunstig zijn. Hoe gaat het met Myron? Ja, Myron ligt ziek op de bank.
Ofwel op de bank. Ik bedoel ziek op bed. Dus als jullie nu allemaal even in de chat typen beterschap Myron met een hartje erbij. Met de Myron emotie. Dan zal ze dat sowieso heel erg tof vinden. Want zij kijkt de livestream ook. Myron beterschap, schatje. Ik hoop dat je beter voelt vanavond. Of in ieder geval morgen. Emily, dankjewel voor je subje via Prime. Wordt gewaardeerd. Oké, dames en heren. We gaan beginnen. Het allereerste pakketje. Gaan wij eventjes een goede kaart poelen meteen op het begin. Een Toxel. Blijft leuk. Ah, Totodile. Die is zo vet. Knol Power. Dat is een leuke waterpokémon dat. Oké. We hebben hier een reverse. Oh, Electrode. Was vet geweest als deze holo was, Electrode. Ah, dat was nog wel een vette kaart. Oké, doen we deze even in zo'n simpel hoesje, noem ik het dan maar even. Nou, ik ga hier in ieder geval veel kaarten uithalen uit deze pakjes. Dat is één ding wat zeker is. En voor als jullie mensen kennen die Pokémon helemaal te gek vinden, ik zou zeggen, stuur de stream eventjes door. En dan gaan we met z'n allen eventjes genieten van deze Pokémon unpacking. 1, 2, 3, 4. Omdraaien. Oké, daar gaat hij. Schoolboy. Primeape. Primeape vind ik ook altijd vet. Vulpix, gruwelijk. Knol, een andere Toxel, een andere art. Staryu is ook echt vet, met de evaluaties daarvan. Morpeko, reverse. Oeh, let's go, dames en heren. Dit is tot nu toe de dikste kaart die we gepoeld hebben. De Gengar V-card. Nice, hoor. Knol power. Gruwelijke art. Wauw, die ziet er echt vet uit. Ja, dit is een hele gave kaart. Daar ben ik blij mee. Deze ziet er vet uit. Dikste kaart tot nu toe. Wes0162. Dankjewel voor je sub. Fjern, dankjewel voor je sub. En ja, Jas is cool. 1, 2, 3, dankjewel voor je sub. Knol power. Thanks. Oké, okay, Gengar. Dikste kaart tot nu toe. De dikste kaart bewaren we de hele tijd rechtsboven, oké? Okay? En als we dan een betere kaart Knol hebben, dan power. Mogen jullie ook zeggen van... Oké, okay, deze kaart is beter en dan vervangen we die voor Gengar. Maar tot nu toe, de Gengar, die jullie hier ook zien, die dat is de dikste. En zoals je een zwart randje bij de codekaart hebt, dan heb je iets goed. En als het wit is, dan heb je geen goede. Ah ja, dat is jammer eigenlijk dat je dat weet. Juan, dankjewel voor je 3 maanden sub via Prime. Wordt gewaardeerd. Papa's creditcard. Oei, papa's creditcard. Oei, oei, oei. Als je toestemming hebt, dan is het fijn. Maar dankjewel voor je sub. Sam010FR, dankjewel voor je sub. En Donutje23, dankjewel voor je donatie. 4 kaarten. Hey Marwen, gebruik tegen je buik met een lekkere warme kruik en heel veel beterschap. Super lief van je donutje, dankjewel. Pizza reminder, dankjewel Nanda. Ik ga mijn pizza zo eten. Super lief, dankjewel voor je reminder. Alweer schoolboy. En donutje, Marwen die heeft sowieso zo net even een Morpeko. Die blijft echt leuk. Eevee. Oh, vette artwork. Ziet er leuk uit. Echt gaaf. Myron die heeft een bouillon gedronken net. Dat schijnt goed te zijn. Er zit ook wat zout in en zo. Oeh, deze kaart zou Daniel wel vet vinden. Oeh, de eerste holo, dames en heren. Zo, deze centering is wel echt poepie slecht, hoor. We hoeven allemaal geen expert te zijn om te weten dat deze centering links 2 keer zo dik is als rechts. En boven ook bijna 2 keer zo dik als onder. Jeetje, wat is deze slecht geprint, hé? Oh mijn god. Ja, die hoeven we niet te vervangen voor Gengar, denk ik, hè? Jeetje, Mina. Die Gengar is echt goed gecenterd. Maar deze? Wat een joke. Wat een grap, deze kaart. Kijk dan. Jongen, jongen, jongen. Maar wel een vette kaart. Eerlijk is eerlijk. Is wel de eerste holo. Die Gengar die blijft gewoon liggen, toch, dames en heren? Daar zijn we het allemaal mee eens, toch? Oké, okay, ik ga mijn pizza niet vergeten. Dit is het volgende pakje wat we openmaken.
Had een hele dikke kaart kunnen zijn, die Swampert, maar helaas. Oeh. Dankjewel voor de eet smakelijk. Eigenlijk kan het niet wat ik doe, hè, want ik zit pizza te eten en tegelijkertijd Pokémon-kaarten open te maken. En dat betekent vettige handen op je Pokémon-kaart. Niet handig. Daar gaat hij. Deze vind ik vet. Helaas. Siebel Streamer, dankjewel voor je 5 euro dono. Hey Enzo, heb je al een keer Lawn Mowing Simulator gespeeld? Dat is echt iets voor jou. Ja, volgens mij heeft Milan dat gespeeld. Het is wel een heel, heel langzaam spel, geloof ik, hè? David B1988, dankjewel voor je sub, man. Halfjaartje al, let's go. Dankjewel, bro. Wordt gewaardeerd. 1, 2, 3, 4. Deze is leuk. Oeh. Andere artwork van Vulpix. Heel vet. Oeh. Nice. Mooi reverse kaart. Helaas. Helaas. Wel vette Pokémon dit. Maar helaas. Hebben jullie een goed gevoel bij de pack opening vanavond? Want het begint nu nog een beetje rustig, hè? Ook moet ik zeggen, die Gengar, hè? Laten we eerlijk zijn. Die is wel echt heel vet. Raymond, 16, dankjewel voor je donatie. Hoi Enzo, ik heb pas 1 pakje Evolution gekocht. Pokémon Golden Full Art Dragonite, wat... Wauw. Dan ben je wel echt 1 lucky guy. Serieus, Raymond. Congrats. Knol power. Hebben jullie een goed gevoel over vanavond of slecht gevoel, dames en heren? Want... Hey, de Battle Pass voor Fortnite. Of voor Rocket League. Of voor Warzone. Tegenwoordig heeft elk spel een Battle Pass. Volgens mij is dat gewoon super goede inkomsten voor zo'n spel. Want ja, als je een Battle Pass hebt, dan kan je allemaal voordelen eruit halen. Sandy gast. Troll power. Ah, deze is schattig. Die is leuk. Oh, we hebben de sleutelhanger als reverse. En we hebben niks. Laatst. Oké, er zijn mensen die hebben een goed gevoel. Goed gevoel altijd. Oké, dankjewel voor het vertrouwen. Ja, ik ben benieuwd, dames en heren. Alle Pokémon-kaarten die ik nu openmaak, alle Pokémon-pakjes, die heb ik gekregen van PokeFamily. Dus we gaan eens even kijken of we een beetje goede Pokémon-kaarten verkopen of niet. Steffi Pap, dankjewel voor je sub. 5 maanden alweer. Tijd gaat snel, gaat ze door en zo met de leuke vlogs maken. Myron, ik vind jou ook zo geweldig. Super lief, Steffi Pap, dankjewel. Rutger 20, dankjewel voor je sub. 6 maanden. Lekker, let's go. En Chrissy 22, dankjewel voor je sub via Prime. Dankjewel. Dancer. Een snom. Sommige van die artworks die zijn echt super realistisch, hè? Tenminste, zo realistisch mogelijk gemaakt. Oh, Onyx. Is wel echt een van mijn lieveling Pokémon, hoor, Onyx. Jigglypuff. Oh, Caterpie. Blijft een legendarische Pokémon, Caterpie. Ik ben benieuwd hoe erg deze greenscreen is. Komt ie hoor. Dit gaat er waarschijnlijk heel raar uitzien. Nu heb ik mijn greenscreen aan. Maar ja, Caterpie is natuurlijk gewoon groen. Dus die gaat er een beetje doorheen kijken. Ziet er wel gek uit zo, hè? Met de greenscreen aan. Wat vinden jullie fijner, dat groene of dit? Laat me even weten wat jullie fijner vinden. Het groene of dit? Wow, ziek. Zoveel mensen zeggen groen? Ja, ben ik het mee eens hoor. Ik vind groen ook veel chiller.
Het ziet er wel geinig uit dit, want ja, het is wel op een of andere manier is het wel heel erg clean, maar het groene is wel beter. Knolpower. Oké, dan doen we hem gewoon weer uit. Ik weet niet, groen is wel beter. GTA game 089 896, jeetje, getallen in mijn hoofd allemaal. Dankjewel voor je sub. Oké, daar gaan we. Shell met drillbore. Oeh, reverse-je. Helaas. Dit is al de tweede keer dat we deze hebben. Latios. Nou, we moeten nog een beetje inkomen, maar we hebben nog genoeg, zoals jullie zien. Dus er kan wel nog van alles gebeuren. Eigenlijk is het alleen maar fijn als je op het begin een beetje slechte kaarten poelt. Volgende pack is een VMAX Gengar, zegt Fabian. Nou, laten we kijken. Hey, nagedaan. Dankjewel voor je 10 maanden sub, bro. 10 maandjes alweer. Damn, bro. Dat is insane. Er zijn gewoon mensen met 12 maanden sub. Dat is echt bizar. Helaas. Kom op, man. Oké, weet je wat we gaan doen? Hier, wat Raya Verheijen zegt. Kun je niet 5 pakjes doen en die schudden en openen? Snap je? Ik zie jou volledig. Komt-ie. Dus 1 pakje. Komt goed, Raya. Dus tweede pakje. Oké, dit wordt leuk. Dit zijn dus die gekke unpackings. Dus derde pakje. High feed, dankjewel voor je sub via Prime. Dankjewel. Dus het vierde pakje. Dus het vijfde pakje. Oké, 5 pakjes. We doen ze allemaal op elkaar. We gaan deze hele stapel schudden. Hopelijk beschadigen ze niet te veel. Zo, een beetje schudden door elkaar. Komt-ie. Oké, laten we kijken of we goede kunnen poelen. We hebben aardig dikke stack. Knolpower. Daar gaan we. Hey, dankjewel Remco419 voor je sub. Dankjewel, baas. Onyx. Jigglypuff. Oké, tot nu toe nog geen reverse, geen holo. Geen trainer full art of iets. Geen bijzondere kaart, geen energy. Voor Jo nog helemaal niks. Oh mijn god, nog steeds niet. Heb ik dan op een bepaalde manier geschud? Waardoor je pas helemaal op het einde de goede kaart hebt? Wat is dit? Oh mijn god, hoe heb ik geschud? Hè? Wat gebeurt hier? Schoolgirl. Hey, dat is de eerste keer dat we die hebben. We hebben Schoolboy al 2 keer gehad. Growlithe. Nog steeds geen reverse. Nog steeds geen energy kaart. Hoe kan dit? Hoe dan? Hey, dit is Angry Morpeko. Hey, we hebben de eerste reverse. Het is een beetje moeilijk te zien, maar dit is een reverse. Een reverse Slugma. Is wel vet. Knolpower. Maar we gaan weer door met de non-reverse, normale kaarten. Oeh, de tweede reverse. Deze ziet er wel vet uit. Tweede reverse kaart. Oh, kijk, daar komt de eerste energy. Shauna. Shroomis. We hebben de sleutelbos. Oeh, dit is wel een hele vette artwork. Trainerkaart. Een energykaart. Gaat er nog wat gebeuren, dames en heren? Alweer een snom. Oh. Nou.
Ik dacht dat ik goed geschud had, maar ik heb gewoon alleen maar slechte kaarten. Hey, daar hebben we Snorlax. Ook één van mijn favoriete Pokémon. Snorlax en Onyx staan sowieso in mijn top 10 van favoriete Pokémon. Het is een energy kaart. Ja, alweer deze trainerkaart. Wauw, deze hadden we helemaal op het begin. Dames en heren, dit pakje wordt steeds kleiner. En we hebben nog geen één holo gehad. We hebben gewoon nog geen goede kaart gepoeld. We zijn al bijna 10 pakjes verder. Sandshrew, heel erg schattig. We hebben een reverse. Een Shroomish reverse. We hebben 3 reverse kaarten tot nu toe. We hebben een kwikbal. We hebben 4 reverse. De evaluatie van Totodile. Dit is wel de vetste reverse die we tot nu toe hebben. Meteen nog een reverse erachteraan. Een Shellder. Oeh, kijk eens eventjes, dames en heren. Kijk eens eventjes, we hebben weer een V-card. Maar ik denk dat ik het al wel kan invullen dat die Gengar wel echt veel vetter is, toch? De Gengar is ook nog een single strike. Dus de Gengar die blijft wel liggen, toch, dames en heren? We kunnen deze wel heel eventjes hier neerleggen. Maar volgens mij blijft die Gengar wel liggen. Oké, we hebben de Kok. Oeh, we hebben een Butterfree, holo. Die ziet er wel vet uit. We hebben een holo Butterfree. Oké, die gaan we straks meteen even in een hoesje doen. En dit was alweer de laatste. Wauw, ik moet zeggen, dit is de enige goede kaart die eruit is gekomen. Van die hele stack. Valt me tegen, moet ik zeggen. Ja, we zijn er nog niet. We zijn nog ineens op de helft van de boosterbox. Ik doe even alle kaarten in een hoesje. Knol power. Dus er kan nog van alles gebeuren. Nagedaan, dankjewel voor je gift de sub aan Official Flix. En Bumbo1705, dankjewel voor je sub. 3 maandjes. Thanks. Laten we deze ook even in een hoesje doen. Hoppa. Goed, daar gaan we. Gaat hier wat in zitten? Laten we het hopen. Een speedpack? Nou, dat kan wel. We kunnen wel even speedpack doen. Hey, Thibaut Knolpower. Ik haal deze pakjes weg. Dan zie je die donaties beter. Kijk. Thibaut Knolpower, dankjewel voor je 5 euro donatie, baas. Dankjewel. Hoi Enzo, heel veel beterschap voor Myron. Ik kijk al uit naar de 12 uur livestream. Bedankt dat jullie me allemaal hebben gefeliciteerd met mijn verjaardag. Love. Geen probleem. Speedpack, dames en heren. 1, 2, 3, 4. Gaat-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We hebben hier een reverse. En dat was hem alweer. Is er iets met Myron? Is ze ziek? Ja, Myron is ziek. Die ligt ziek op bed. Echt super sneu. Eén, twee, drie, vier. Oh, dit is wel een vette energy card. Miauw. Marill, so cute. So cute. Oh, dit is vette artwork. Wooloo. Oeh, mooi reverse. Helaas, deze hebben we ook al reverse. Oh, ik begin het warm te krijgen in mijn onesie. In mijn Knolpower onesie. Mijn pizza is eigenlijk ook al koud, eerlijk gezegd. Oké, kom op. Kom op, mensen. Waar gaat ie? Kom op, kom op, kom op. Even een goeie. Ja,
is Onyx. Betekent dat geluk? Deze is wel leuk. Oeh, wel een holo. Ik ben even op zoek naar zo'n full art trainerkaart. Dat vind ik vet. Is wel een leuke holo dit. Oké, daar gaat hij. Dan komt hij, dames en heren. Eldegoss. Berserker. Morpeko'tje weer. Oeh, Skarmory. Single Strike. Shelmet. Oeh, kijk. Hier hebben we Toxel Reverse. En dan nu met de ogen dicht. Is dit wat goeds? Ik open mijn ogen in 3, 2, 1. Oh, Rillaboom! V-card. Let's go! Een Rapid Strike. Rillaboom. Die ziet er wel vet uit. Is wel een mooie artwork. Dat is wel een gave. Maar is deze beter dan de Gengar? Dat is de vraag. Is deze beter dan de Gengar? Gaan we deze vervangen voor de Gengar? Dat is de vraag. Is dit wisselen? Is een Rapid Strike? Rillaboom? Wisselen voor de Gengar? Nou, ik zie wel duidelijk, de meeste mensen zeggen nee hoor. Nee, niet wisselen. Oké. Gaan we niet wisselen. Ik zag ook wel aardig wat ja's hoor. Het was spannend, maar er waren wel meer nee's. Lotka Gaming, dankjewel voor de €7,20 donatie. Hey Enzo, pak 7 random Lucky Packs en pak daar de 4 van. Dat wordt je Gold Pack. Oké, als jij het zegt. Pakken we de hele stapel. Pakken 7 pakjes eruit. 2. We pakken gewoon alle hondjes. 4. Hebben we nog meer hondjes? Nee. Pakken we nu de Mews. 4, 5, 6, 7. Oké. We hebben dus 7 pakjes hier. We hebben 7 pakjes. En dan pakken we de eerste, tweede, derde, vierde. Dit is de Gold Pack, zegt Lotka Gaming. Oké, we gaan het zien. Lemkes Gamers, dankjewel voor je subje via Prime. En David, dankjewel voor je donatie met beterschap aan Myron. En Pilootje 25, dankjewel voor je sub via Prime. Oké, dit moet de Gold Pack worden. We gaan het kijken. We gaan het zien. Lotka Gaming. 1, 2, 3, 4. Als dit een goede pack is, hè, dan word ik gek. Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn, toch? Oké, daar gaat-ie. Lotka Gaming, deze is voor jou. Daar gaat-ie. Kijkcijfer 99. Dankjewel voor je 7 maanden sub al. Oeh, Eevee. Mooie kaart. Dat is heel mooi. Knol Power. Aardappels 34. Dankjewel voor je sub. Voltorb, deze vind ik ook vet. Dat is ook een mooie. Oké, daar gaat hij, Lotka Gaming. Gaat hij? Oeh, Corviknight. Corviknight Reverse. Ja, Lotka Gaming, wat hebben we dan als Lucky Gold Pack? Wat hebben we dan? Oh! Lotka Gaming, wat? Hoe dan? Hoe doe jij dit? Serieus? Wat zijn de kansen dat ik 7 random pakjes pak? En dan de 4e van die 7 pakjes is de Gold Pack. En je hebt gewoon nog gelijk ook. Oh my god, hoe doe jij dit? Hoe weet jij dat? Hoe dan? Dit is de allereerste hard case. GG Lotka Gaming. GG.
Je mag vaker dingetjes laten weten. Damn. Daar hebben we hem. Dames en heren, deze vervangen voor die? Wat denken jullie? Wat denken jullie? Wisselen, hè? Dat is hem, hè? Zo. De Gengar is vervangen. Ook al is de Gengar wel echt keihard, hoor. De Gengar is echt super vet. Maar hij is verslagen, de Gengar. Damn. En dan had je ook nog een Corviknight, Lotka Gaming. Die is ook vet, hoor. Wauw. Dit was echt sick. Dit is de Gold Pack, inderdaad. Dit was de Gold Pack. Oef. Nou, daar gaan we. We gaan gewoon verder. We gaan gewoon verder. Vergeet je de pizza niet, zegt Rolinde. Ja, ik ben de pizza eigenlijk al vergeten. Het is helemaal koud. Aangezien ik mijn mond vol heb, wordt dit een no-reaction packie, oké? Okay? Dus ik mag niet reageren, wat er ook in zit. Mmm. Oké. Okay. Het was niet helemaal gelukt om niet te reageren. Het was niet helemaal gelukt, ik weet het. Maar check ook deze kaart even. Wauw. Hele mooie artwork op deze kaart. Echt, echt heel erg vet. Maar het is een 4-kaart. Ook al is de artwork echt insane, het is een 4-kaart. En dit is een 4-max. Dus wat zeggen jullie ervan? Jullie mening? En Brenda, dankjewel voor de 510 bits. Niet wisselen. Niet wisselen. Beide in beeld vind ik ook goed. Beide in beeld. Ja, dat we die gewoon eronder doen. Aangezien het toch verschillende zijn. Zullen we het gewoon zo doen? Oeh, Link die zegt wisselen. Het is een alt art. Het is een alt art. Dus dat is wel een bijzondere kaart. Dus ja. Ik laat ze allebei liggen. 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 Oké, laten we kijken wat we verder hebben. Knol power. 1, 2, 3, 4. Deze kaart schijnt wel zeldzamer te zijn dan deze, want dit is een alt-kaart en die schijnt moeilijker te krijgen zijn dan die. Kun je de kaart wel recht in het hoesje doen? Ja, dat is wel lastig. Kijk. Alsjeblieft. Ik snap dat dat vervelend is. Ik vind dat Link erbij moet zijn. Ik heb Link uitgenodigd, maar Link kon niet.
Maar toch is hij wel in de stream, dus gezellig, Link. Miauw. Mr. Chewy, dankjewel voor je sub. En CHTH24, dankjewel hier voor je €4,44. Hé, hey Enzo, wil je Myron beterschap wensen en zeggen dat ze goed op zichzelf moet passen? Ik moet morgen 2 gaatjes vullen en ben echt doodsbang. Heb je tips? Zeker weten. Ik heb een hele goede tip. Als je morgen niet gaat, dan wordt het alleen maar erger. Dus als je morgen gaat, dan wordt het opgelost. En dan wordt het gefixt. En als je morgen niet gaat, dan wordt het alleen maar erger. Dus dan krijg je de volgende keer alleen maar meer pijn. Dus je moet nu wel heen. En jij kan dat. Want jij weet dat je heen moet. En jij weet dat als jij deze stream kijkt, dat jij knolpower van mij krijgt om morgen daar gewoon te zitten. En gewoon lekker te chillen en te doen alsof er niks aan de hand is. En gewoon lekker die gaatjes laten vullen. Gaat goed komen, oké? Ik geloof in jou. Hoe vette kaart dit. Kim van de Ploeg, dankjewel voor je sub. En Kevin B1992-1992. Dankjewel voor je €4,44 donatie. Door jou heb ik een MT-09 gekocht in het voorjaar toeren. Heel vet, man. Heel vet. Een Yamaha MT... Weer die electrode. Oh, jammer. Een Yamaha MT-09 is heel dik. Dat is echt vet. Ik heb zelf de Yamaha MT-10. Gruwelijk. Niet normaal. Even kijken, dames en heren. Hoeveel pakketjes hebben we nog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. We hebben nog 14 pakketjes. Dat is pas de eerste boosterbox. Besef. Dus we hebben nog genoeg om open te maken, want ik heb 6 boosterboxen. Ik weet geen eens of we dat gaan redden, joh. Mr. Chewy zegt, Yamaha MT-07 is de mijne. Lekker in het blauw. Heel vet, man. Gruwelijk, dat is nice. Een megapack? Oké, een megapack is prima. Met hoeveel pakjes doen we een megapack? Met hoeveel pakjes? We hebben er nog 14. Gewoon 5? 1, 2, 3, 4. Pak ik er 4 bij. Met allemaal. En met allemaal, ja. Oh, weet je wat we ook kunnen doen? Dat is sowieso nog nooit eerder gedaan. Een hele boosterbox gewoon openmaken. En dan aan het einde met zo'n hele dikke stack in onze handen gewoon kijken. Gewoon gek doen, dat kan ook. Maar we doen er nu alweer 5. Komt goed. We hebben net al gezien wat voor dikke stack je hebt in je handen als je de 5 openmaakt. Dus dat moet goed zijn. 2. Ja, doe alles openen. Ja, dan gaat het voor jullie ook sneller, hè, als alles wordt geopend. Dat is 3. Dat is 4. En dat is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk dan, wat een dikke stapel. Dit zijn 5 pakjes. Stel voor je opent 36 pakjes en je doet ze allemaal in je hand. Dan heb je gewoon, ik denk, zo'n stapel. Zoiets. Kan ik toch nooit vasthouden? Hoe gaan we dat doen? Wauw. Oké, even schudden. Gaan we ze even bekijken. Bugle Girl, dankjewel voor je 4,44 donatie. Hey Enzo, super bedankt voor je streams elke dag. Je bedoelt de vlogs, denk ik. Streams 1 keer per week. Ik kijk er elke dag naar uit. Normaal ben ik een trotse zuster. Helaas voorlopig uitgeschakeld door een ingescheurde Achillespees. Oeh, pijnlijk. Morgen komt de KP onesie binnen. Hopelijk past die en kan ik ermee chillen. Ik hoop het ook. Wow! Wat? Hoe onverwachts is dit? Oh my god! Hè? Wat? 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 Hoe onverwachts is dit? Oh my god! 5 pakjes schud ik. En dan de eerste kaart die ik heb is een Bolton VMAX. Oh my god! Hoe ziek is dat? Hoe ziek is dat? Wat?
Wauw, dat is insane. Dat is insane. Wow, yo, hier ben ik zo blij mee. Gewoon de eerste. Kaboom. Meteen. Keihard. Heel, heel vet. Toemtoem24, dankjewel voor je donatie. Hey Enzo, mede door jou weer de neiging om mijn Pokémon kaartcollectie weer uit te gaan breiden na 5 jaar. Super.